Het is geen verrassing, maar het is nu officieel bevestigd. Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman hebben aanzienlijke kijkersverliezen geleden met hun talkshow op SBS6. De nieuwe SBS6 talkshow Marcel en Gijs ging maandagavond van start met 611.000 kijkers en een marktaandeel van 14% in de commerciële doelgroep. Een voorzichtige score, want Talpa-baas Marco Laurens had eerder die middag op de radio al uitgesproken wat hij hoopte dat het programma zou bereiken na de initiële belangstelling. Marco over zijn verwachtingen voor de kijkcijfers: er zullen vanavond zeker wel wat mensen kijken, maar het draait vooral om het gemiddelde. Als er nu zo'n 400.000 kijkers zouden zijn en, nog belangrijker voor ons, een marktaandeel van 12%, dan zou ik wel een fles champagne opentrekken. Nou, op de tweede avond zit Marcel en Gijs inderdaad rond dat aantal kijkers. Er keken gisteren 391.000 mensen, maar het marktaandeel in de commerciële doelgroep blijft ver onder de wens van SBS6. Ze behaalden namelijk slechts 9% marktaandeel, en dat is volgens Tina Nijkamp minder dan de helft van wat 6 scoort. Volgens Tina is het nu wel duidelijk hoe Marcel en Gijs het de komende 4 weken zullen doen. Het is gek maar waar. Op de tweede dag van de eerste week zonder 6 blijkt al meteen hoe belangrijk 6 is voor SBS6 en het lijkt erop dat de komende weken er zo uit zullen zien. Jinek aan de top en Hart en Show missen de influx van 6 enorm, schrijft ze. Waar 6 altijd de nummer 1 talkshow van Nederland was, staat Marcel en Gijs nu op de 4e plaats, na Jinek, 713.000, op 1, 580.000 en Tijd voor Max, 448.000. Toch een flinke teleurstelling, schrijft kijkcijferexpert Joost Maaiburg. Marcel reageert in de podcast wat een dag dat de kijkcijfers volgens verwachting zijn. Dan word je wakker met een heleboel berichtjes van ene René Oosterman. Hij is een 60er met het kapsel van een 40er. Wel een hogere haargrens dan gemiddeld. En hij heeft altijd zijn interne kijkcijferanalyse. Eerlijk gezegd begrijp ik daar weinig van. René is een van de 34 directeuren bij Talpa. Marcel zegt: het enige wat ik weet is dat we 391.000 kijkers hadden en dat dit volgens de voorspelling is, dus we hoeven ons geen zorgen te maken. Het komt overeen met de voorspelling van René Oosterman. Ik zie dan wel 391 en dan ben ik een beetje bang voor wat er nu gaat gebeuren.